Johan Derkse, 75, heeft onlangs in vandaag in controversiële uitspraken gedaan over zwangerschapsdiscriminatie, waarbij hij stelt dat zijn politiek verslaggever, de 29-jarige Merel E.K., het risico loopt haar baan te verliezen als ze zwanger raakt. Dit heeft geleid tot opschudding binnen en buiten de redactie van het programma. In het recente interview met Vandaag in verdedigde Johan zijn standpunt met betrekking tot zwangerschapsverlof en beweerde dat degenen die deze kwestie bekritiseren, weinig ervaring hebben met leidinggeven. Volgens hem brengt zwangerschapsverlof kleine organisaties in de problemen, omdat ze het gat moeten opvullen dat ontstaat wanneer een medewerker afwezig is. Merel E.K., die nog geen kinderen heeft, reageerde geschokt op de uitspraken van haar werkgever. Ze zegt dat ze zich nu zorgen moet maken over haar toekomst in het geval van een zwangerschap. In een interview met Wilfred Gene deelde ze haar onzekerheden over wanneer het juiste moment zou zijn om zwanger te worden en of ze wel terug zou kunnen keren na haar zwangerschapsverlof. Johan Derksen lijkt echter weinig begrip te tonen voor de zorgen van Merel. Hij benadrukt dat zwangere vrouwen volgens hem vervangbaar zijn, vergelijkbaar met seizoensarbeiders. Zijn argument dat het lastig is om iemand die het tijdelijk overneemt te ontslaan wanneer de oorspronkelijke medewerker terugkeert, lijkt niet goed te vallen bij zijn collega's. Wilfred Gené, medepresentator van Vandaag Inside, vindt de opvattingen van Johan Derksen achterhaald en merkt op dat het vreemd is dat mannen niet dezelfde druk voelen om met verlof te gaan. De discussie raakt de kern van gendergelijkheid op de werkvloer en de vraag of zwangerschapsverlof als een belemmering voor de carrière van vrouwen moet worden beschouwd. Merel E.K. Die zich onveilig voelt bij een werkgever die zwangerschapsdiscriminatie lijkt te ondersteunen, deelde haar zorgen over hoe dit haar keuzes met betrekking tot het ouderschap beïnvloedt. Haar openhartige getuigenis werpt een licht op de reële angsten en dilemma's waarmee vrouwen op de werkvloer worden geconfronteerd. De uitspraken van Johan Derksen hebben niet alleen geleid tot een verhitte discussie binnen het programma Vandaag in Zeit. Maar werpen ook bredere vragen op over gendergerelateerde discriminatie op de arbeidsmarkt en de noodzaak van een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen, zowel tijdens als na zwangerschap. Het lijkt erop dat deze controversiële uitspraken de discussie over deze kwesties verder hebben aangewakkerd en de dringende behoefte aan verandering in denkwijze hebben benadrukt.